A Bridge Too Far. Het zou wel fijn zijn als een beetje stil kan zijn. Jullie kunnen allemaal boos zijn op onze tandarts, Hoefsmit, maar die beunfietsmaker, die stiekem zijn praktijken runt aan de Boekweitstraat, die pakt wel mooi alle Berghaze klanten van 10 duim af. En dat is niet de enige, we hebben de echt in de bij. We kunnen nog wel even doorgaan over zulke praktijken. Jullie kunnen nog een hoop leren van de occupiers. In Occupy Kamp Wezel. Daar draait het tenminste niet op tegen veel omdat jullie herder zijn. Jullie hebben namelijk al 2 keer achter elkaar herders gepitcht gehad. Hallo! Zeg, gestoken kaart. Is
Sterker al, omdat ik helemaal raad geen zuivere koffie was. Na mijn jeugdlidschap vertrouwt niemand meer van hem. En dan nog iets. Hebben die van Bingo maandenlang de kroeg uitgehouden uit voorzorgsmagazine. Volgende keer ben ik Prins aan de herder in Berghagen en gelijk is de ding weer kapot. Wij hebben niet voor niks de ruiten ingegooid bij de net afgetreden jeugdprins. Dus jullie waren dan! Vlegels waar jullie zijn? Dat was dan mooi de verkeerde buis. Huis. We hebben trouwens ook gehoord dat de Rabobank toen door de Helders in de fik is gezet. Jullie zullen ook wel zitten achter het tuinhuisje de Ploegstraat van die Berghaze uitsmijter. Misschien is een spion of een verkenner. Wacht, ik stuur er iemand op af. Maar met rust. Hij moet ook zijn kilometers maken. Wij laten toch niet meer rust als jullie van onze kunstwerken afblijven. Hoezo, wat hebben wij nou weer gedaan dan? Weet jullie best dat Unishirt met de Tolburg is aan ons op dat standbeeld in Herne? Dan hadden jullie dat standbeeld niet moeten opeisen. Die staat op ons grondgebied. Hé, hey, bedankt. Ik weet weer een woord. Zo. Nou, ik speel Wordfeud met de vijand. Unie. Dat woord had ik net nodig. Unicef. Dit een woordwaarding. Dit een woordwaarding. Luc. Luc, je wilt ons zeker pakken. Met die stop hebben gezet. We zaten eerst te denken om jullie ergens anders mee te pakken. We hebben inderdaad de hulp op stop gezet. Aangezien je van een kale kiep niet kan plukken. Nou, die hulp die hebben we nodig. Wij krijgen namelijk wel gewoon bakken friet van de Hills. Volle bakken. En daarnaast hebben we de handelswegen uit Wijchen hebben dichtgegooid. Zodat jullie buurtsuper mooi onder voorraad blijft. Dat is inderdaad een vuile streep voor jullie. Hierdoor hebben wij nieuwe voedseltekort. Daarvoor hebben jullie wel teruggepakt hoor. Want hoe smaakte die pizza's vorige week vrijdag eigenlijk? Wij hebben keer... Volgens mij waren die pizza's een beetje bedorven. We hebben een kerel, Francesco, van de pizzabus omgekocht om jullie te vergeten. Nee, laatst dan had een medeherder naar een auto gekocht van zo'n BH als een gek. Ik had het nog wel ge-sms'd. De worm is... gesopt. Ik herhaal, de worm is gesopt. Ja. Inderdaad, al bestaat er niet voor. Die berghaar, die ligt je op. Ik herhaal, die berghaar, die ligt je op. Oh,
hier zoveel geld voor boeken. En mooi genoeg nog, die toeter gebruiken kost vandaan ook al een fortuin. Het is wel echt een lelijk eentje hoor. Hou je kop eens, die auto is supergoed. Dat is inderdaad ook wel zo'n schijnheilige autohandelaar. Wie? Koppers! Maar het was zeker wel even balen toen jullie dorpsicoon stil stond of niet gedemobiliseerd was. Zitten jullie dan achter? Achter. Nou, dan kun je die vuile hersen denk ik wel vertellen. Jazeker, Luc. Om een punt te maken hebben wij de Kia gedemobiliseerd. Hier komen we met die band. Vuile smeerlappen. Is nou geen afgelopen met een gekloot voor jullie? Net zoals dat doen we in de kroeg steeds. Ja, die gek het herren. En alle krukken treffen we mee komen. Schillen ze over, vlug snel naar Australië. We hebben jullie tenminste wat kleur gegeven. O ja? En de stoelkrit dan? Is dat geen kleur? Ik hoorde dat de aankloters in Bergharen voortaan op handen gedragen worden. Oeh, dat deed pijn, ja. Dat deed pijn, echt waar. Jullie moeten trouwens niet zo klagen, want wij komen elke vrijdagavond aan de verkeerde kant van de wedstrijd om in jullie trefpunt een biertje te drinken. Dus wie sponsort wie nou? Hey, ik mag naar het woord toekomst bij Wordfurt. Toekomst? Die zal... In het trappen is inderdaad... In het trappen is inderdaad... Ah, wacht volgend in camera. Tony heeft overleefd. Hebben ze hem niet opgegeven? Ja, de snel is eigenlijk zo slecht. Hè? Maar misschien moet het goed maken. Je doorgaan is echt zinloos. Jongens, stop eens maar eens aan over. Moet je voetballen. Huh? Hoe lang moet het wel eens zijn dan? Half tien? Oh, kunnen we dan maar gaan? Het is al bijna half tien, dus dat is nog 5 minuten. Ja, dat is goed. Nou, beter doen we de mop nu alvast dan. Maar anders komen we tijd om, dan zijn ze weer mee op. Ja, dat is de jij dan maar. Jij hebt ook voor de Helles Hermes plus. Oh, ik weet het nog wel, eentje. Maar wat is dat nu eigenlijk? Nou, die hebben we ontvoerd toen ze vrijdag aan het werk was in de toekomst en daarna de toekomst geliefd. We hadden nodig om te zorgen. Jullie hebben tenslotte net even gezorgd en wij hebben even niet meer. Alle gewonden verzorgd. Ze willen allemaal nutjes en haar weetjes hebben. Welkom jongens, kijk voor de mop. En het is alweer. Edwin van de Stad. Ze stopt met kiepen. Hij had een ene. Ja. Ja, dat waren de heren en de dames en de aankloters. Een applausje dan. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, blijf maar heel eventjes in jullie kamp staan. Jullie stonden zo mooi daarachter en heel verdekt opgesteld naar de zaal toe. Want volgens mij hebben jullie de afgelopen tijd nogal wat teweeg gebracht hier in deze dorpen. En volgens mij met name de afgelopen tijd hier in Herne. Dus volgens mij zorgen jullie er een beetje voor dat we hier twee kampen krijgen. Ja, en volgens mij kun je dan ooit een keer iets terug verwachten. Ah!
voor degene achterin die niet goed kunnen lezen, punt de deur. Maar jullie hebben er ook voor gezorgd dat, dat onze hof wel is weggedrukt de afgelopen tijd. Door al het geweld wat jullie de toon hebben gestrijd. Dus daarom wil ik aan de rampstampers vragen of die bij jullie de buurten maar zijn zetten. Ja.